Ik heb af en toe hele toffe gigs, maar ik geef ook zangles aan kinderen. Goed zo. Ik begin de les altijd met een kleine stemopwarming. En daarna zingen we ook nog liedjes. Met bijpassende dansjes om het nog even wat leuker te maken. Goed zo. Het allerliefst sta ik natuurlijk fulltime op het podium. En dan het allerliefst nog in de Alfa-tent op Lowlands. Want ik ben diehard festivalganger en ik kom al vanaf mijn 16e op Lowlands. En dat lijkt me echt helemaal te gek. Hoi, welkom terug en welkom bij vlog 4 alweer. Ik moet zeggen, ik begin er aardig aan te wennen. Ik vind het heel erg leuk om te doen, dus ik hoop dat jullie nog lekker blijven volgen. In deze vlog neem ik jullie mee in de weg naar de eerste live show. En zoals jullie misschien wel eens eerder hebben gezien, begint voordat iemand het podium opkomt bij The Voice of Holland, begint het met een instartfilmpje. En in een instartfilmpje wordt dan iets leuks laten zien over de kandidaat. Maar dat is natuurlijk al eerder opgenomen. En op deze opnamedag heb ik wat leuk materiaal vastgelegd. Dus dat ga ik jullie lekker laten zien. Morgen, ik zit op het moment in de auto. Maar ik heb hem even stilgezet zodat ik hem horizontaal kan filmen. Goed hè? Ik ben in ieder geval onderweg. En ik ben onderweg naar Jan Boelo. En voor degenen die zich afvragen waar al mijn mooie, leuke top outfits vandaan komen van The Voice. Die komen van Jan Boelo. En Jan Boelo is een designer. En die woont all the way in fucking Winschoten. Dat betekent dat ik ongeveer 2 uur moet rijden daarheen. En alles boven de 1 uur vanaf Amersfoort is ver, vind ik. Dus wens me nog succes, want ik moet nog een uurtje rijden. Maar we gaan zo direct de outfit uitzoeken voor de allereerste live show. Exciting! Dames en heren, wij zijn bij Jan Boelo in het atelier. Oh, dat heb ik nog niet eens op de camera gezet. Kijk eens wat hier allemaal hangt en staat. En wij zijn even hele toffe outfits aan het creëren voor de live shows. En die worden allemaal heel cool. Ik ben er heel blij mee. Jan voelt mij volledig aan. Toch Jan? Dit is dus een walk-in closet, jongens. Zo één waar je van droomt. Oh, hier staan nog schoenen voor mij. Die moet ik niet vergeten. Ja, in deze zak, tas, hoe noem je dat eigenlijk? Kledinghoes. In deze kledinghoes zitten te gekke outfits die we niet gaan laten zien. Nou, zit ik weer in de auto. En ik ga weer 2 uur terugrijden, ja ja. Maar wel met 2 volgevulde kledinghoesen van Jan Boelo. En het is helemaal de shit. Nou, ik loop net als ieder andere woensdag naar mijn werk van de auto. Alleen vandaag staat iets leuks op het programma, want The Voice komt bij mijn kinderkoor filmen. En dat is super spannend voor alle kindjes, maar net zo spannend voor mij. Nou, ik loop nu richting het gebouw. Alle nieuwste informatie kunnen dus. Niet even zwaaien naar de camera. Zo schattig. Nou, we zijn nu in de zaal en we gaan zo meteen filmen. Ja, we zijn nog steeds aan het filmen. Maar jullie moeten, maar de kinderen moeten heel hetzelfde zingen. Dus dat vinden jullie een beetje saai, of niet? Ja. Ja. Want ze kennen het al heel goed. Maar gaat het een beetje goed, kinderen? Ja, maar waarom moeten we niet Beauty and the Brains en waarom niet het kerstlied? Ja. Jullie willen alles zingen eigenlijk. Ja, maar vandaag zijn we even alleen dit aan het opnemen. Is dat heel erg? Ja. Maar je komt op tv. En hier zijn ze druk bezig met. Even kijken waar ze moeten filmen. Zo, wat een dag mensen. Maar ik heb mijn jas al aan. Ik ga lekker naar huis.
En ik ben blij dat ze op zit. Het was heel leuk, kindje, hebben goed gedaan, maar mama wil naar bed. Ik ben nu net aangekomen bij de metaalkathedraal. Geen idee wat het is, maar ik reed net er langs, want ik sta erachter geparkeerd. En het ziet er allemaal heel spannend uit. We gaan vandaag namelijk opnames maken voor de instartfilmpjes voor bij de eerste live show. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Het wordt allemaal heel spannend. Ik heb ook nog geen make-up op, want dat wordt allemaal lekker gedaan. Dames en heren, welkom bij de metaalkathedraal. Deze hondjes hebben heel veel lawaai gemaakt. Oh shit. Open. Zeggen jullie eens hoi tegen de camera. Deze meiden en jongens hebben allemaal gegeten. Ik kom net aan. Maar ik heb ook gegeten. Volgende make-up. Ik laat mezelf daarom ook niet zien. Ik ben ook geen make-up. Oh. Len is pretty for herself. Ik ben in. Ik zit in de stoel bij Glamping. Glam squad, en Mark. Hey. Hey. Baby, make me pretty, cause I need it so much. You can't hide, man. You can run, but you can't hide. Oh, yeah, je ziet mijn gezicht niet, want ik ben gewoon shine bright like a diamond. Oh, maar nu ja. Zie je het wel. Oh, dat is nog steeds niet geweldig. En mijn make-up is klaar. En nu wordt het gezenderd. Altijd spannend verhaal. Is het een prikje of een klemmetje? Een prikje. Een prikje. Draak dat ook. Niet in mijn huid, alsjeblieft. Oh, ja. Daar hebben we hem. Jongens, afluisterapparatuur hier ook. Deze mannen vinden het gewoon leuk om aan de vrouwtjes... Nee, ik zeg het niet. Dat is het mooiste van mijn beroep, hè? 1, 2, volgende. Ga maar gewoon door, ja, volgende. Applaus voor jezelf. Heel hard, ik wil horen. Ja, dat is goed, juist. Ja. Nee. Als er een team zou zijn, dat heet Team Social Media, dan waren jullie allemaal door. Oh, eens kijk de boy flikjes aan. Ja, de maan is om. And this is where the magic happens. Bonnie gaat shinen. Dat was hem alweer, vlog nummer 4. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. En er gaat nog heel veel leuk komen. Dus don't forget to subscribe. Volg me op Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram. @ChilaOfficial. En ik zie jullie de volgende keer. Peace out.